Goed, dan gaan we verder met de agendapunten. En dan vraag ik aan de heer Wijnker, indien het noodzakelijk is. Hij wil graag mijn positie innemen, heb ik gehoord. Komt u graag deze kant op, dan doen wij even wisselen. En dan ga ik achter de tafel plaatsnemen. En op het moment dat u mij nodig heeft, dan zal ik aan het front verschijnen. We gaan naar agendapunt 2.0301, zoals al gezegd is. En wie van u mag ik als eerste de gelegenheid geven om het debat te openen? De heer Dekker. Dank u, voorzitter. Het bestemmingsplan Beetskoogkade, ondanks het feit dat wij het wellicht niet de meest ideale locatie vinden om een tempel te realiseren, hebben wij weinig inhoudelijke argumenten om tegen het voorstel te zijn. Wel willen wij graag oproepen om de BOA in te zetten, zeker in het begin om bij de eerste evenementen om onveilige situaties te voorkomen. Maar wat ons betreft, akkoord. Mevrouw Borgers. PvdA GroenLinks is akkoord met dit voorstel en bedankt het college voor dit zorgvuldige proces. Dank u wel. Het woord is aan de heer Stromer. Ja, de VVD gaat ook akkoord met het raadsvoorstel. Wel hebben we wat zorgen over de verkeerssituatie, dus we hopen dat naar de toekomst toe dat gevolgd wordt. En als er eventueel maatregelen genomen moeten worden, want het is allemaal niet even duidelijk, dat er dan maatregelen genomen worden, zodat de verkeerssituatie niet tot ongewenste situaties leidt. Het woord is aan mevrouw Van Leijen. Dank u wel, voorzitter. Voor ons wel zijn Kogeland woorden van dezelfde strekking. Alhoewel wij toch nog wel even op willen wijzen, ook na het horen in de zienswijze van de geluiden van de buren, dat wij daar toch ook zeer zeker dit onder de aandacht willen houden van het college. Uiteindelijk, als je daar als buren woont en je ziet tegenover je in een gewone woonsituatie dingen veranderen, dan word je daar heus niet altijd blij van. En ik weet ook dat deze mensen hun best doen om het iedereen naar de zin te maken. Dat is een heel goed streven. En dat denk ik ook dat heel belangrijk is om met je buren wel in goed contact te blijven. En wij hopen ook dat het college de verantwoording van het verkeer, de verkeersstromen, maar ook als daar eventueel problemen zich voor gaan doen, dat daar wel op geacteerd gaat worden. Want het kan niet zo zijn dat dit ten omzien of ten realisatie van toch een soort bedrijf wat dit gaat worden, ten koste gaat van veiligheid, wat wij zeer zeker niet willen. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk nog eventjes rond. Meneer Klok. Voorzitter. Mevrouw Van Leijen die zei het al, het iedereen naar de zin maken. Wat ook het uitgangspunt is van de mensen die hier vanavond ook op de publieke tribune zitten en ook het initiatief hebben genomen om hun richting in te slaan vanuit hun eigen overtuiging om het ook anderen naar de zin te maken. Helaas ziet onze samenleving in de volle breedte er niet zozeer zo uit. En dat is ook eigenlijk de zorg die wij ook met elkaar hebben. Van hoe gaat zich dit verder verhouden op termijn? Als je dus zeg maar een groeifase doormaakt, hoe gaat zich dat dan verhouden met de omgeving die daar direct aan woonachtig is? Dus in eerste instantie
zou je zeggen van nou, dat is prima. Wij vinden dat ook prima. Het is goed onderzocht, het is goed onderbouwd. Maar er zit ook een zorgelement in. En die het zorgelement, hoe gaat het zich verhouden? En tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook te maken met de reguliere wet en regelgeving. Waaraan een ieder in onze samenleving zich ook dient te houden. En wij gaan ervan uit dat deze groep zich als zodanig ook op een normale wijze daaraan conformeert. En spreken de wens uit dat het tot een succes mag worden. Dank u wel. Ik kijk nog eventjes de raadstafel rond. Ik zie verder geen deelname aan het debat. Er zijn wat vragen overgebleven. Het betreft de bouweninzet en de verkeersveiligheid voor die directe omgeving. En zorg ook voor de direct belanghebbenden naar de toekomst. En daarvoor geef ik graag het woord aan de plaatsvervangend portefeuillehouder. Ik heb geen kaart. Dat komt mooi uit. Voorzitter, in ieder geval dank voor de ondersteuning vanuit de Raad voor het plan. Inderdaad, u heeft een paar punten aangegeven die zorg waren. Onder andere de verkeersstromen. Dan wordt er gezegd van ja, misschien gelijk dan goed nadenken over het inzetten van BOA's. BOA's is aan de achterkant. BOA's ga je pas inzetten zodat er daadwerkelijk problemen zijn. Dus we moeten aan de voorkant monitoren op de momenten dat er evenementen zijn of dat het dreigt dat er te veel verkeer komt. Dan moeten we met elkaar in gesprek hoe gaan we dat oplossen. En volgens mij is het zo dat er dan ook nagedacht moet worden vanuit de tempel hoe men mensen gaat inzetten om dat verkeer te begeleiden. Mocht het daar spaak lopen, dan is het aan de politie of aan onze BOA's om daar daadwerkelijk actie op te ondernemen. Maar ook dat is onze zorg en we zullen dat zeker met de middelen die wij hebben, zullen we dat monitoren. Ook de wet en regelgeving het toepassen. Ja, ook in dit geval is het net als bij elke burger, net als elk bedrijf, elke stichting. We hebben wet en regelgeving waar iedereen zich aan hoort te houden. En dat geldt in dit geval ook. Daar verlenen we nu de vergunning voor. En op het moment dat die verleend is, wil niet zeggen dat alles uit het oog is. Nee, we zullen dan ook daadwerkelijk moeten kijken of de wet en regelgeving ook uitgevoerd wordt. En mocht dat niet zo zijn, dan zullen we daarop aanspreken. En als dat niet lukt, dan zullen we daarop handhaven. Maar ik ga uit van het goede in de mens, net als velen. En ik denk ook dat, dat de tempel dat ook uitdraagt. Ook mevrouw Verleij, u gaf aan, ja, de buren hebben er natuurlijk ook zicht op. Hebben er misschien ook in de toekomst wat meer problemen mee dan dat ze nu vroeger dat altijd hadden. Ook dat heeft onze aandacht. Nogmaals, wet en regelgeving, die passen we toe. En op het moment dat dat overtreden wordt, dan zullen we met elkaar in gesprek gaan om te kijken van hoe kunnen we dat met elkaar in goede banen leiden. Ik dacht dat dat de antwoord was, voorzitter. Dat gaan we zo merken. Portefeuillehouder, kijk eventjes naar de aanleiding van de beantwoording of er nog vragen of opmerkingen zijn vanuit de raad. Zo niet, dan is dat inderdaad voldoende beantwoord. En stel ik voor om naar het volgende agendapunt te gaan, want dat is ook voor de niet aanwezige wethouder.